meest leuke aan mijn functie vind ik gewoon dat ik mag varen. Ik vind het heel leuk om op een schip te zitten. Je ziet soms dolfijnen langs de boeg, je ziet zeehondjes zwemmen, je ziet een stukje van de wereld. Ja, het is gewoon te mooi om waar te zijn eigenlijk. Ik ben Anniette en ik ben de matroosadministratie aan boord van Zijne Majesteit Ruiter. Dat houdt in dat ik alle persoonsgegevens van de collega's hier aan boord bijhoud. Ook help ik hun met hun loonstroken of als ze vragen hebben over financiële zaken. Ja. Wanneer moet je op dienstreis? Vrijdag. Ik hou het archief bij, ik doe de postverzorging. En bijvoorbeeld als er een vergadering is, dan notuleer ik daarbij. Maar het leuke ook aan administratie vind ik dat het heel divers is. Ik doe administratie, maar ik heb ook heel veel neventaken, wat het interessant houdt. Een van mijn neventaken is arbeidstijdschrijver. Stel je voor, er zou brand zijn aan boord van het schip. Dan moeten mensen in hittewerend kleden met ademluchtfles op de rug. Die moeten dan de brand gaan bestrijden. Maar het is belangrijk om te weten hoeveel druk er in die flessen zit. Dat je weet hoe lang ze kunnen ademen in de brand. Dat is natuurlijk van levensbelang. Dus dan sta ik bij de rookgrens met de Leider hoofdploeg. En dan schrijf ik de druk op van iedereen. Dan check ik ook de tenue of alles goed dicht zit, dat ze geen brandwonden kunnen krijgen of iets dergelijks. En dan stuur ik ze zo de rookgrens in. Dus dat is best wel een belangrijke taak. En we hebben ook nog iets dat heet averij. Oké, team, we gaan een verticale stuk bouwen op het luik. Stel je voor, het schip heeft een aanvaring of die botst ergens tegenaan, kan er zomaar een lek of een scheur komen in de wand. Dat betekent dat wij gaan zoeken naar het lek of scheur. Dit gaan wij dan dichten zo goed als mogelijk. Voor een tijdelijke oplossing is dat. Dan gaan we met houten palen en balken gaan we die proberen dicht te stutten tegen een ander wandje aan. Dit is best wel een lastig werk, omdat er natuurlijk heel veel water uit het gat komt en dat je dan ook in het water staat met je spullen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Sexy chef, stut op het lek staat! Ik als patroon slaap met 6 mensen op de hut. Ja, dat kan soms lastig zijn, maar meestal gaat het heel goed. We hebben ook een beetje een routine ontwikkeld dat iedereen gewoon langs elkaar heen zijn ding doet. En soms bijvoorbeeld als er een brandoefening is, dan moet iedereen tegelijk uit bed. Dus dan is het wel even chaos, maar over het algemeen gaat dat heel goed, ja. We hebben een hele leuke collegiale sfeer hier. Soms voelt het nog ineens echt als werken. Dat maakt het leuk. Ja, ik ben nu natuurlijk matroosadministratie, maar ik kan altijd doorgroeien naar het korporaal en daarna gewoon de rangen doorlopen. Hiervoor moet je nog wel een opleiding doen, de voortgezette vakopleiding. Dat kan in principe iedereen doen als je gewoon goed in je functie staat en weet wat je doet. Ik ben nu op een schip geplaatst, maar het mooie van matroosadministratie is dat je bijvoorbeeld ook in Doorn geplaatst kan worden. Of je kan in Curaçao geplaatst worden of op Sint Maarten. Ook zijn er gewoon heel veel plekjes aan de wal. Dus stel je voor je bent in een tijd van je leven dat je wat minder wil varen, is dat ook gewoon heel goed mogelijk. Ik heb ooit, toen ik kind was, ben ik in Rotterdam op de Wereldhavendag geweest. En daar heb ik toen het nieuwe schip, de Karel Doorman, bezocht. En toen is bij mij als kind is het een soort van gaan kriebelen om toch wel een keer daar verder naar te kijken. En het heeft wel lang geduurd, want ik dacht eerst, nou, dat lukt mij niet of dat kan ik niet. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon geprobeerd en is het gewoon gelukt. En is gewoon die droom waargekomen.